startgevallen. Perfecte beginfase voor de favorietpaard nummer 6, Ivar. Ondanks dat hij als allerlaatste aan het karwei moet beginnen. En de deelnemers die gaan dan op weg naar de eerste bocht. Ze hebben allemaal de juiste kalans te pakken. En de strijd om de leiding is daar gewonnen door Dennis Minema met zijn nummer 3, Germany Attack. Ook een beetje een dark horse in dit veld. Met op de tweede plaats Ivana Europoort. Daarachter dan in derde stelling Loverboy Freithout. En de vierde plaats daarachter is voor Lano Ev. Dan is het Heine Attack. Daarachter is het dan binnendoor naar voren komend. Het nummer 10 van Geert V. Ja, dat is dan ongelooflijk jammer dat een Garibald daar dan achter nog komt te liggen. Ondanks die mooie uitgangspositie van start af. En die wordt op een lengte weer gevolgd door Flair Lady DF. Dan is het um, Tom Kooijman met zijn Ivar. En Ivar is het paard dat uh, ja, als favoriet van start is gegaan. Op dit moment voorlaatst. En laatst is dan paard nummer 8, Gabor Raïs. Lang gerekte formatie zodadelijk. Langs de rechter met nog één volledige ronde te gaan in de Prix Charlie du Noyer. En het wachten is op een deelnemer die de knuppel in het hoenderok gooit. Maar het tempo vooraan lijkt alleraardigst. Dat wordt gedicteerd door Dennis Minema en Germany Attack. Paard dus ik had het u gemeld waar de laatste keer een megatip vanuit ging. Maar toen werd die geschrapt. Op de tweede uitgeschakeld plaats, nummer 6. Nummer 6, Galop. Um, Ivar, die uh, vervalt in oude gewoonte. Heeft een galopade gehad en is uitgeschakeld. En we gaan op weg naar de overkant van de maan met Germany Attack. Lengte voor op de tweede plaats Ivana Europort. In derde stelling is het dan die Loverboy Freithout. Die wordt uh, gevolgd op de vierde plaats door Robbie van Toren. Hij rijdt de Lano EV. Je wordt op een lengte gevolgd door Heine Tech. Achter Heine Tech volgt dan aan de buitenzijde, Half althans, scheert Binnendoor probeert Inforgettable naar voren te komen. Gabo Raiz probeert plaatsen goed te maken. En daarachter is het dan ook nog Flair Lady Die FSO schuift het veld enigszins in elkaar. En gaan we op weg naar de laatste bocht met nog altijd diezelfde koploper. En dat is paard nummer 3, Germany Attack. Maar de aanval komt als eerste van Ivana Europort. Daarachter dan Loverboy Freight. Dat gigant van een outsider. Galopade voor Inforgettable. En achter deze paarden komt... Uitgeschakeld de... nummer 4. 4 galop. 4 mee naar voren. Lano EV achter Uitgeschakeld EV... 7. 7 galop. Is het dan Heinet? Tom Koyman laat nog even zien dat hij hier verreweg het beste paard van het veld in handen had. Maar het telt allemaal niet meer, want ook hij ligt eruit. En we komen in de laatste rechte lijn, en het is daar. Dat Germany Attack. Eerst aanval gaat krijgen van Ivana naar Europort. Dan komt aan de buitenzijde naar voren Loverboy Freitout. Ik weet niet wie hierop ingezet heeft, maar dat zou wel eens verschrikkelijk veel geld op kunnen gaan leveren. Wijd aan de buitenzijde komt de uitgeschakelde Ivar naar voren. Komt ook Heine Attack mee. En zo gaan we dan in strijd om de overwinning met een drietal paarden. Waarbij Heine Attack vliegt aan de buitenkant. Germany Attack echter heeft nog altijd die halve lengte. Germany attack, Germany attack of Heine attack. Het is één van de attacks. Oeh, het is uh, Germany die het vindt voor Heine. Daarachter Loverboy Vrijthout. Kloos op de vierde plaats. Ja, tussen dan John Dekker en John de Leeuw. De Johnnies. De aankomstrechter heeft, uh, wat dan gaat, het laatste woord. Maar we kijken nog even naar de laatste meters. Zien dat Ivar... Ja, jongens, jongens, wat is dat jammer. Als uitgeschakeld paard als eerste binnenkomt. Het is de drie voor de negen. Dan de één. En dan is het verschrikkelijk kloos op de vierde plaats.